Diep onder de grond in Hartje Amsterdam ligt een deel van de geld- en goudvoorraden van Nederland. De president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, komt zelf niet vaak in zijn kelders. Hier liggen onder meer zo'n 4600 goudstaven, 12,5 kilo per stuk. Elke staaf is een kleine 300.000 euro waard. U kunt de economie zo redden. Dit zijn echt buffers. Die zijn bedoeld voor hele slechte tijden. Dit is gespaard geld over decennia door Nederland. Je moet je wel realiseren als de uitgeefbeet kwijt. Voor Wellink is het nu belangrijker om de buffers van de gewone bank in de gaten te houden. Die blijken in deze crisis onverantwoord laag te zijn. Want daar heeft u met z'n allen toch een beetje zitten slapen. Dat heeft niks met slapen te maken. Het bankbedrijf was vroeger een bedrijf wat een vrij rustig bedrijf was. Dus geen grote risico's liep. Die sector is ineens heel innovatief geworden. En een beetje erg snel innovatief. En daar hebben we met de regels eigenlijk niet snel genoeg op kunnen reageren. Dus wij. De regels aanscherpen betekent veel vergaderen, veel coördineren. Zoals met Hans Hogevorst, de toezichthouder op de beurs en de financiële producten. Hans. Hi, Nout. We praten natuurlijk toch over de kredietcrisis. We praten zeker ook over de hypotheekmarkt in Nederland. We praten over beloningsbeleid. Ik vind dat dat uitgeroeid moet worden, de excessen die op dit moment bestaan in de financiële wereld. Laat er geen enkel misverstand over bestaan. Waar ik me wel zorgen over maak, is overreacties. Het betreft hier een sector die zeer essentieel is voor de Nederlandse welvaart. Die sector moet blijven functioneren. Die moet ook de internationale concurrentie moet die aankunnen. En die moet binnen zeg maar, grenzen die wij maatschappelijk aanvaardbaar vinden, toch voldoende mogelijkheden krijgen om ook bonussen te geven. Als er één ding is waar ik tevreden over ben in de afgelopen anderhalf jaar, is dat we, vind ik, redelijk eendrachtig zijn opgetreden. En vaak hetzelfde liedje zongen. En dat is ook belangrijk. Banken zijn onmisbaar. Banken zullen ook in de toekomst onmisbaar zijn. En hun reputatie is natuurlijk wel geschaad. En ze zijn zelf ook als allereerste verantwoordelijk om die reputatie weer te herstellen. Heel belangrijk dat nu ook bankiers daar publiekelijk zich rekenschap van geven of zelfs excuses aanbieden. Maar Wellink heeft weinig respect voor bankiers die nu onder druk van het publiek sorry zeggen. Als je iets echt fout gedaan hebt, dan moet je er eerlijk voor uitkomen. En als je niet iets fout gedaan hebt, of vindt dat je niet iets fout gedaan hebt, dan moet je duidelijk maken waarom niet. Maar dan moet je ook geen verontschuldigingen aanbieden, want dat vind ik hypocriet. Frankfurt, de ochtend nadat de Amerikaanse Fed besluit om feitelijk de geldpers aan te zetten. Wellink maakt zich zorgen. Ik zit wel eens te piekeren over wat de gevolgen zijn van deze enorme maatregelen die ze aan het nemen zijn. En dan vraag ik me wel eens af of het goed afloopt. Of ze niet bezig zijn met het creëren van de volgende inflatiegolf. Vandaag vergaderen de centrale bankpresidenten uit 27 Europese landen. Nederland, België en Groot-Brittannië hebben het volgens Wellink extra zwaar in de bankencrisis. Door het debakel met ABN AMRO. Wellink pleit voor een gezamenlijk onderzoek door de drie getroffen landen. Het zit mij ook wel dwars dat we niet in staat zijn geweest vorig jaar de overname, de ruwe overname van ABN AMRO tegen te houden. Ik hoor allerlei dingen in andere landen die, denk ik, relevant zijn voor de beoordeling van wat er gebeurd is en laat het nog uitgezocht worden. Het is een kwestie die Wellink meermalen besproken heeft met zijn commissarissen. Want de Nederlandse Bank heeft als bedrijf ook toezichthouders. De afgelopen anderhalve week is Wellink in Londen geweest, in Basel, Frankfurt, Mexico en tussendoor steeds weer naar Amsterdam. Dat is best druk, ja, klopt. Hoe lang houdt u dit nog vol? Nog een hele tijd.